schilderij toont op zijn historische buitenplaats, fraai landelijk gelegen. Het gaat om het Huis de Gent, zoals de titel verklaart. Het is een collageachtig schilderij, opgebouwd uit meerdere beeldkunstwerken. Centraal staat het monumentale bouwwerk met een prominente torenspits en bekroond met een Hollands vaandel. Links in de hoek staat een beeld met de boom voor een schutting. Het café wordt als het ware overweldigd door een zware rode lucht die zich aanstonds dreigt te ontladen. Een bondgezelschap lijkt zich hier niet zo aan te trekken en bevolkt de omgang van het huis. Het heeft de schijn van een feestelijke bijeenkomst en lang vervlogen tijden. Zoveel is wel duidelijk aan de hand van de beweging van de figuranten, gekleed in theatrale kostuums. Mede door de combinatie van verschillende beeldelementen, moet er kunstwerk vele vragen. Het schilderij neemt onvoorstelbare wendingen. Het is een decor dat uitnodigt mee te gaan ontdekken. Je loopt er niet zomaar aan voorbij. De toeschouwer wordt aangezet zelf het verhaal van de voorstelling in te vullen. In feite is het schilderij een vrije interpretatie van een 18e-eeuwse prent van het Huis de Gent. Maar de schildering is geheel eigen. De verf is soms pasteus, soms tactiel opgebracht. Als schildering heeft te maken en een overtuigend beeld tot stand gebracht. De jury kent met overtuiging de tweede prijs toe aan het Olivier Schilderij, Huis de Gent van Gerry Hoogveld. Dank u wel.